We gaan nu van onze website de footer aanpassen. En we gaan daarvoor naar het dashboard. En in het dashboard kiezen we voor weergave en daarna voor bewerker. In dat geval zien we een bewerker van het hele document. En hier zijn er dus allerlei bestanden die in het template zitten die we gaan bijwerken. Kiezen bijvoorbeeld voor de voettekst. Die staat hier. En dit is footer.php die we dan dus bewerken. En als we die hier zien staan, dan staat hier dus een stuk tekst waarbij WordPress wordt toegevoegd. We gaan nu onze eigen tekst toevoegen. Kiezen hier dus bijvoorbeeld voor PHP. Een vraagtekentje erbij, hè? En dan kiezen we hier zo echo. En dan sluiten we de PHP-tag ook alvast weer af. Zo, op deze manier. Zoomen misschien een klein beetje in, zo. En wij voegen daar ook de opmerking toe, bewerkt door. Ja. Bewerkt door. En als we dit dan dus hebben bewerkt, dan kiezen we voor opslaan, bijwerken en gaan we de blog opnieuw bekijken. En die staat er dan dus direct achter. We moeten hem nog een klein beetje bewerken. We kiezen daarvoor de bewerker in het blog. Weer gaan we bewerken. We voegen daar nog wat spaties aan toe. Dus we gaan opnieuw naar de foottext toe. En we geven hier dus nog een ampersand. En B, SP. Zetten daar twee keer neer, een liggend streepje en dan nog twee keer. Oké, en dan kunnen we deze quotes nog door enkele quotes vervangen. Zo. En dan kunnen we hier ook nog een link van maken. Dus href is. En dan hier nog een webadres. Bijvoorbeeld even een hashtag neerzetten. En dan ook hier de link weer afsluiten. Zo. En hier gaan we ook nog eventjes de website invullen. Dus we zoeken daarvoor nog eventjes een nieuw venster en dan druk ik deze even op als webadres. Om dat door de hashtag te vervangen. Dan gaan we deze dus bijwerken. Komen we dan weer terug in het blog, dan bekijken we de site opnieuw. Dan staat hier dus een linkje en die gaat dan naar de website.